Goedemiddag. Hartelijk welkom bij het Make Logo Great Again debat. Wat zijn jullie met ontzettend veel mensen gekomen? Ik ben niet zo heel goed in het schatten van hoeveelheden, maar dit zijn toch minimaal 1000 mensen. Ja. Wat verwachten jullie ervan? Vuurwerk, spektakel. Ja, dit wordt het moeder aller debatten, denk ik. Vanmiddag wordt beslist wie de gemeenteraadsverkiezingen gaat winnen. Ja, nou eigenlijk zo simpel is het. Bijzonder druk bij het Make Local Great Again debat in bibliotheek B+C aan de Nieuwstraat zondagmiddag. Presentatoren Joost Vullings en Lener Beekman voelden de lijsttrekkers aan de tand over diverse onderwerpen. B+C heeft een vrij ruim budget, maar als je dan bedenkt dat ongeveer 1 miljoen mensen hier in Leiden gebruik maken. Sterker nog, ik vind dat Leiden met B+C best een beetje meer B+ mag doen en een beetje minder C. De opening van de vestiging in de Merenwijk, en dat is een hele mooie plek waarbij je ziet hoe B+C van nieuwe betekenis kan zijn. Zo gaat het nu over de toekomst van B+C. En wat volgens mij ongelooflijk belangrijk is, is dat B+C is. Het is bibliotheken en cultuur. De Piet van anno 2018 is natuurlijk niet meer de Piet van 30 jaar geleden. We leven in een heel gedigitaliseerde samenleving. Dat verandert allemaal heel sterk. Deze 5 nu doen is vooral naar onszelf kijken, naar wat wij. Maar volgens mij is het allerbelangrijkste om B+C, die op dit moment met een vernieuwingsslag bezig is, om die ruim baan te geven. Dankjewel. Geef een applaus. Ook was er een boekje op boekje af quiz. Bezoekers moesten antwoord geven op een aantal vragen van de presentatoren. Boekje op of boekje af? De Leidse prairie. Ja, als je op het schoolplein van mijn kinderen in de Merenwijk gaat kijken, dat is één en al zand. Dus de Leidse prairie. Wat was nou de allergekste uitspraak? Nou ja, over schoolpleinen en prairies. Die vond ik wel eigenlijk een belediging voor de scholen, zou je kunnen zeggen. Maar op zich, goed, voor de beeldspraak is het leuk om het zo neer te zetten. Maar een stuk ver buiten de realiteit. Ja, ik vond wel dat we in Leiden schoolpleinen prairies zijn. Ik bedoel, ik kom veel op scholen. Daar herken ik me helemaal niet in. Kijk, dus altijd, je kan altijd het verder willen vergroenen. Volgens mij moeten we daar ook voor pleiten. Maar het is wel een mooi beeld natuurlijk. Dus leuk voor de discussie. Want van Pijpen GroenLinks, het Make Local Great Again debat, was best wel fel, hè? Ja, het waren goede felle debatten, maar daar ben ik alleen maar blij mee, want er moet wat te kiezen zijn. Ik vond het een goed debat, het was wat scherper, merkte ik, dan voorgaande keren. En ik heb namens de VVD in ieder geval duidelijk kunnen vertellen waarom wij vinden dat een autovrije binnenstad een slecht idee is. Dus daar was ik blij mee.